Ja, bij ons thuis, in die benauwde huiskamer die uitpuilde van 9 kinderen, hadden we precies 2 ramen. Van deze rechtopstaande ramen en daarboven glas in lood. En op die manier kwam buiten binnen en werd binnen groter. Er kwam dus licht binnen, maar er kwam ook kleur binnen. En dat is denk ik het wonder van glas. Je kijkt er doorheen. Het is licht, gestold licht en het heeft kleur. Nou, mooier kun je het niet bedenken. Als kind ben ik daar altijd ook door gefascineerd geweest. Cora, je weet het misschien, dat we vroeger hadden we flesjes. En daar deed je water in en dan ging je op straat stukjes gekleurd glas zoeken. En dan ging je mee schudden en dan wonderenwereld. Het waren mijn abstracte schilderijen die ik nog nooit gezien had. Maar ook in een kathedraal bijvoorbeeld, als je daar komt, het is donker en ineens breekt dat licht door, dwars door het glas dat heel blijft. En dan ineens lijkt het net of je de hemel in wordt opgenomen. Dit is het heldere glas te vergelijken met ons raamglas. En dat, Cora, daar zien we de prachtige kleuren. Het zijn 2 werelden van verschil. Hier voel ik de noordenwind waaien en daar komt de warmte van de zuidenwind aan. Maar even terug naar de realiteit. Glas is een hard materiaal. Het groeit niet in de natuur. Je kunt het niet plukken. Je kunt het niet van de boom halen. Dus het wordt gemaakt. Het is een uitvinding. Het is ook niet zomaar met de schepping meegegeven. Het is een uitvinding in Syrië gedaan, ooit voor Christus. Romeinen gingen ermee aan de haal, commercieel als ze zijn. En het verdween weer naar het Romeinse Rijk. En in Venetië hebben ze het geheim van het glasblazen, bijna een duivelskunst, bewaard. Nou, wat wij hier voor ons hebben, zijn 2 werelden. Hè? 2 werelden van verschil. Dit is een vaasje van Andries Kopier. Dat is de meesterblazer van Leerdam. En hij heeft heel veel ontworpen voor Leerdam. Iedereen heeft wel een kunstwerk van hem in huis, want dat is het glas. Het gildeglas, ook door hem rond 1933 ontworpen en nog steeds geproduceerd. En nog steeds van een klassieke schoonheid, zonder fratsen, zonder enige kitsch. En ik zei al net, dit is zuidelijk, dit is noordelijk. Dit is rationeel. Dit is rationeel. Dit is emotioneel, dit is stilering, dit is expressie, dit is de klare lijn, dit zijn de vette kleuren. En dat onderscheid tussen zeg maar die rationele kunst en die emotionele kunst, dat heeft de filosoof Friedrich Nietzsche, ja, ik ga even geleerd doen, hè, die leefde van 1844 tot 1900, die heeft dat bedacht en die greep daarbij terug op de Griekse cultuur, namelijk de godenwereld met enerzijds Apollo en anderzijds Dionysius. Apollo is de reden, het verstand, en Dionysus, Bacchus, is de roes. En hier kun je uiteindelijk kom je terecht bij Mondriaan en hier kom je uiteindelijk terecht bij Picasso, Karel Appel. Dus onthoud 2 stromen. En dan moet je maar eens op letten hoor. Dat zie je ook heel vaak als je naar kunst kijkt. Je hebt die hele gestileerde dat alle gevoelens binnengehouden worden en gedesigned worden. Daar is Nederland heel goed in. En je hebt die rommel maar raak, rotzooi maar, spetter, spat, die kunst. Ja. En dan wil ik alleen nog weten, Cora, wat de prijs moet zijn. Altijd mijn probleem. Ja. En daar ben jij heel goed in, behalve in bellenblazen. Dan ga ik nog even bellenblazen ondertussen. Bellenblazen. En dan ga jij eventjes lekker... Ik had 60 in mijn hoofd. Zo! Zullen we het 55 doen? Of
50. Nou, ik vind 50 ook al heel wat hoor. Blokje glas met pukkeltjes. Ja, nee. Mag dan wel van kopier zijn, maar glas is glas en je laat het vallen en het is kapot. Ja, 50 euro. 50. Mee eens. En deze? Mooi hè? 25. Ja, ja. Of vind je die duurder? Nee, nee, nee. Nee, ik ben het met je eens. Dit is echt kunst. En dit is eigenlijk toch altijd een beetje kitsch, maar wel mooi, hè? Ach, zijn wij niet allen een beetje kitsch en ook een beetje kunst? Nou, is een waardig slot. Mooi.